Dit zijn de nieuwe iPhones van Apple natuurlijk. Ik heb hier de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. In november komen er nog twee uit, namelijk de iPhone 12 Mini en de iPhone 12 Pro Max. Maar eerst dus deze twee jongens. En voordat je in je toetsenbord klimt en gaat typen van hé, wat doet een gamingplatform nou met telefoons? Nou, als ik naar mijn eigen gebruik kijk van mijn console en naar mijn PC gebruik, gebruik ik die steeds meer als multimedia machine. En mijn telefoon steeds meer als gaming device. Dus vandaar. Nu gaan we kijken van hé, wat is er tof aan deze iPhones en wat is er minder tof aan deze iPhone 12 en 12 Pro. Ten eerste, tof aan elke nieuw Apple product is eigenlijk die unboxing ervaring. En ook nu weer met de iPhone 12 en 12 Pro is die unboxing ervaring heel erg fijn. Maar wat minder tof is aan deze unboxing ervaring, en je ziet het al meteen, het is een dunner doosje dit keer en er zit ook alleen maar een mapje in met de boekjes en de stickers. En hier de Lightning kabel, de USB-C naar Lightning kabel. En er mist dit jaar een stekkerblokje waar je kabel in prikt om je telefoon op te laden. Daar is de afgelopen weken heel veel heisa om geweest. Nou heb je ongetwijfeld meegekregen. Apple zegt van ja, we gaan er wel een beetje vanuit dat heel veel mensen wel zo'n stekkerblokje in de lade liggen. Klopt ook wel natuurlijk. Maar heb jij een stekkerblokje in de la liggen met USB-C. Nou, die ik allemaal heb, die zijn allemaal met normale USB. Dus de kans zou aanwezig kunnen zijn dat je nog een los stekkerblokje moet gaan kopen. En dat is minder tof. Maar wat wel dan weer tof is, is dat ze wat nieuws hebben. En dat is dit. Dit is een magneet. En die plak je achter op je telefoon. En dan gaat hij opladen. Dit is MagSafe, een nieuw product van Apple. Nou ja, draadloos opladen is natuurlijk niet helemaal nieuw. Maar dat ze er een magneet van hebben gemaakt, dat dan weer wel. Aan de binnenkant van de telefoon zit ook een magneet. Dus hop, dat blijft plakken aan elkaar. En dat gaat dan opladen. Dat is tof. Dat werkt goed. Wat ook tof is, ze hebben ook natuurlijk speciale hoesjes erbij met ook MagSafe erin. Aan deze kan je het beter zien. Zit aan de binnenkant zit ook zo'n MagSafe magneet. Dus dan kan je je telefoon daar ook in klikken die klakken. Zegt je oké, er zit een hoesje omheen en welke kleur die is. Hartstikke leuk. En door het hoesje heen kan je ook je iPhone opladen. De MagSafe magneet blijft ook plakken. Dus dat is leuk. Wat ook tof is, is dat je je iPhone met hoesje nu ook overal op kan plakken. Zoals, kan hem nu bijvoorbeeld ook aan de radiator plakken. Of aan een koelkast. Of op een prullenbak als je aan het wachten bent op de tram bijvoorbeeld. Minder tof aan deze MagSafe is dat je hem natuurlijk weer los moet kopen. En dat gaat je weer €45 achteruit zetten. Maar ja, met de introductie van deze MagSafe kreeg ik ook veel vragen van hey, werkt dit ook op mijn oudere generatie iPhone? Nou ja, elke iPhone die dat draadloos opladen ondersteunt, werkt deze MagSafe op. Hou er wel rekening mee dat die dan niet zo goed blijft plakken, dus dat je hem er wel goed op moet plaatsen. Ik denk dat we langzaam afscheid gaan nemen van de poortjes onderop onze iPhones en andere devices. En dat we straks allemaal op deze manier aan het opladen zijn. Je merkt het ook al aan de oordopjes. Dat zijn, worden langzaamaan allemaal AirPods. Alles wordt draadloos. De iPhone 12 heeft een flinke stap gemaakt ten opzichte van de iPhone 11. En dan kijken we vooral naar het scherm. Want vorig jaar was dat op de iPhone 11 nog een LCD-scherm. En nu is het op de iPhone 12 een OLED-scherm geworden. En dat verschil zie je meteen. Dat is een dag en nacht verschil. Dat is heel erg nice. Wat minder tof daaraan is, en vooral op de Pro-versie mis ik dat eigenlijk een beetje, die hetzelfde scherm heeft als de normale iPhone 12, is dat het scherm 60 Hz is en niet 120 Hz. En waar worden wij gamers altijd heel erg gelukkig van, is hoge refresh rates. En dat 60 Hz is natuurlijk wel een flinke refresh rate, maar waar de liefst onze race games natuurlijk in 120 frames per seconde gespeeld. En dat mis wel een beetje en dat vind ik minder tof. Maar wat dan wel weer tof is, in plaats van die 120 Hz er nu wel 5G in hebben gepropt. Nou ja, er zit geen 5G in deze iPhones, maar er zitten wel 5G antennes in. En waarom ze dan niet 120 Hz hebben gedaan, is omdat 120 Hz nog wel een batterijslurper is. En hetzelfde geldt voor 5G. Wat minder tof is aan 5G op dit moment, is dat 5G in Nederland op dit moment nog niet zo heel veel voorstelt. Het is wat sneller dan 4G, maar als we even een heel snel testje doen op 5G, rekening mee houdend dat ik nu binnen zit, is
Ja, 220 mbps. Het is sneller dan mijn wifi hier op mijn zolderkamer natuurlijk. Die snelheden haal ik eigenlijk alleen maar in mijn woonkamer. Maar het is niet zo heel veel sneller dan 4G. Die echte snelheden waarvoor je misschien wel een extra duur 5G-abonnement neemt, die, ja, die laten nog wel even op zich wachten. De echt hogere frequenties worden in 2022 en pas in 2024 geveild. Dus ja, het is tof dat het erin zit. Het is minder tof dat je echt die hoge snelheden nog niet kan bereiken nu. Wat ieder jaar tof is aan de nieuwe iPhone zijn eigenlijk altijd wel de camera's die erop zitten. Dus ze worden elk jaar verbeterd en verbeterd en verbeterd. En ook dit jaar zijn ze weer wat beter geworden. Een groot verschil tussen de iPhone 12 en de iPhone 12 Pro is natuurlijk de extra zoomlens die je hierop hebt zitten. Die gebruik ik zelf eigenlijk bijna nooit, maar het is een nice to have. Betaal je natuurlijk wel een klap extra voor. Maar wat ik heel veel doe op mijn iPhone is filmen. Je kijkt dit nu door een Panasonic Lumix Gear 5, die had ik afgelopen januari toen nog wel op reis mochten meegenomen naar de CES in Las Vegas. Ik had toen ook mijn iPhone 11 Pro Max meegenomen. En eigenlijk bleef de Gear 5 altijd in de tas zitten. En ik heb alles gedaan met de iPhone 11 Pro Max. En dat wil wel zeggen dat wij gewoon eigenlijk de video's die we gebruiken voor onze platformen allemaal hebben gedraaid op een iPhone. En dit jaar, wat ook tof is, is dat je in Dolby Vision HDR kan filmen. En heb je dan een Dolby Vision device die dat ook af kan spelen, dan ziet dat er natuurlijk insane mooi uit. Maar wat minder tof is, is dat er over een paar weken een nieuw device uitkomt van Apple ook, de iPhone 12 Pro Max. En die belooft nog beter te zijn. En dan komen we aan bij de conclusie en dan is de vraag, zijn er toffe iPhones geworden dit jaar? En dan kan ik volmondig zeggen ja. En dat komt ook mede dankzij de bloedsnelle chip die erin zit, de A14 Bionic. Die speelt je games en al je apps razendsnel af. En dan moet ik wel erbij zeggen, dat deed hij van de iPhone 10 en 11 ook al. Maar met deze ben je sowieso future-proof. En future-proof ben je dan zeker ook als dan straks die hoge frequenties voor 5G worden vrijgegeven. En dat je ook heel fijn low latency kan gamen en misschien ook wel xCloud kan afspelen op deze iPhones. Dat kan binnenkort via de browser. Dus dat zou heel erg fijn zijn. Dus ja, toffe iPhones dit jaar. Vond je dit nou een fijne video? Dan zou je ons heel erg kunnen helpen door te abonneren op dit kanaal. Dan maak je ons sowieso blij. En dan kunnen wij meer video's maken om jou weer blij te maken. Zoiets, denk ik. Anyway, en als je dan toch bezig bent, laat me weten in de comments welke mobiele game jij nu aan het spelen bent op je mobiele device. Ik ben zelf bezig met de Slash Quest. Dat kun je vinden op de Apple Arcade. Dat is een extra gratis tip van mij voor jou. Fijne game.